We zijn al over de helft van de adventtijd. Na zondag Gaudete gaat het altijd heel erg snel. Goed om zo weer een moment te nemen om stil te staan bij de gebeurtenissen van toen en wat ze ons nu kunnen zeggen. 2 weken geleden nam Maria ons mee in haar dankbaarheid. Vorige week opende Jozef ons zijn verwondering over de menswording. Vandaag gaan we kijken naar een onheilige, koning Herodes, en de vrees. Maar laten we eerst tot de moeder van de advent bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wees gegroet, Maria. Vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. O kerstnacht, schoner dan de dagen, hoe kan Herodes het licht verdragen, dat in uw duisternissen blinkt en wordt gevierd en aangebeden? Zijn hoogmoed luistert naar geen reden, hoe schel die in zijn oren klinkt. Bekende woorden uit een van de koorzangen uit de Gijsbrecht van Amstel. De kerstnacht, een nacht die schoner is dan de dagen. Prachtig. En hoe kan Herodes het licht verdragen? Herodes, in een strijd verwikkeld over de macht, over Judea. Hij wordt verslagen, vlucht weg met zijn vrouw, met zijn moeder. En iets buiten Bethlehem gebeurt er wat merkwaardigs. De kar waarop zijn moeder rijdt op de vluchten, breekt. Zijn moeder valt en lijkt dood te zijn. En de jonge Herodes wil zichzelf in het zwaard storten. Maar dan geeft zijn moeder toch weer een teken van leven. Ze komt bij. Ze overleeft het. En dat geeft Herodes nieuwe moed en nieuwe kracht. Ze vluchten weg. Via Egypte komt hij in Rome. En daar krijgt hij het gedaan dat hij wordt aangesteld als de nieuwe koning. Maar dat voorval van die kar en zijn moeder, al dan niet dood, Herodes, die een eind aan zijn leven wil maken, maar dan toch besluit, nee, ik vecht terug, gebeurde in de buurt van Bethlehem. Op die plaats heeft Herodes, toen hij eenmaal aan de macht was, een heel groot paleis, een burcht laten bouwen. Het Herodianum, het Herodium. De moet weg, het Herodium. En die burcht heeft hij zo beveiligd door daar aarde rond te laten brengen. En daarmee was hij schier onoverwinnelijk. En de toegang ging langs een scherpe weg naar boven door een hele lange tunnel naar binnen. En daarbinnen, daar was het eigenlijk als een paradijs. Daar was een tuin, daar was een zwembad. Het was daar prachtig. Maar tegelijkertijd sterk beveiligd. Herodes was weliswaar aan de macht, maar hij was voortdurend bevreesd voor aanslagen, dat hij een leger tegenover zich zou treffen, of iemand die hem van de troon wilde stoten. Ook al had hij zich daar in het Herodium een paradijs gebouwd, toch leefde hij
in vrees. De Romeinen benoemden hem tot koning der Joden. Maar hij was natuurlijk een vazalkoning van de keizer. En hij zal zich ook altijd loyaal betonen aan de keizer. Maar in de gebieden die aan hem werden toevertrouwd, daar heerste hij wel degelijk alsof hij de enige ware koning was. Een regeringstijd van het jaar 37 tot 4 voor Christus. Heel erg lang. Wat hij deed in al die jaren dat hij regeerde, was vooral paleizen bouwen, steden oprichten. Dit deed hij mede om overal paleizen burchten te hebben, zodat hij precies in de gaten kon laten houden wat er allemaal in het rijk, in zijn rijk gebeurde. Die paleizen, die burchten, waren een beetje zijn alziend oog. En het was ook een beetje zijn trots naar Rome toe. Hij liet een hele nieuwe stad bouwen, die hij noemde naar Caesar, Caesarea. En hij liet hem ook bouwen naar Romeinse gebruik. Met de assen rond in de steden van de straten. Met een heel groot paleis voor zichzelf, met een zwembad, zodat hij vlakbij de zee in een zwembad kon zwemmen. Natuurlijk met een theater, dat nog steeds voor een deel bestaat, en de arena. Allemaal Romeinse elementen, terwijl hij een Jood was, terwijl hij koning van de Joden was, helemaal gericht naar de keizer. En de hoofdstad Samaria noemde hij Sebastos, wat het Griekse woord voor Augustus is, keizer Augustus. En ook in Jeruzalem liet hij een burcht maken waar hij kon verblijven. Hij liet de muren van Jeruzalem versterken, constant bevreesd dat er mensen waren die hem van het leven wilden beroven. Hij heeft lang geregeerd, heeft heel veel sporen nagelaten, maar hij was niet geliefd. Zozeer als hij zelf vreesde, was hij gevreesd. Want het was een heersen met bloed. Herodes, hij heeft zeker 10 vrouwen gehad, zeker 10 zonen. Vele van hen liet hij vermoorden. Een keer heeft hij 300 officieren laten afslachten, 6000 fariseeën die niet wilden doen wat hij vroeg. En vlak voordat hij stierf, gaf hij nog opdracht om alle belangrijke personen van het Joodse volk samen te brengen in een arena en ze onder een regen van pijlen te doden. Toen hij gestorven was, hebben zijn nabestaanden dit bevel niet opgevolgd, maar het had dus kunnen leiden tot een massamoord. Herodes de Grote was een tiran. Flavius Josephus, de Joodse historicus uit de eerste eeuw, schrijft over Herodes. En wat groter blijk zijner stuitende onmenselijkheid kon hij geven, dan dat hij die niet alleen niet heeft kunnen overwinnen, zijn woede, maar zich er zo door liet vervoeren, dat hij zijn kinderen met zulk een haastige drift deed ombrengen. En hij maakte zich de schuldiger, omdat hij tot zodanige ouderdom gekomen was, dat hij zich niet verschonen kon wegens onervarenheid.
De moord te begaan na zulk een lange tijd en zoveel overleg is een teken van een bloeddorstig gemoed dat in het kwaad verhard is. Gelijk het gevolg genoegzaam toonde, want hij spaarde zelfs hen niet, welke hij tevoren het meest scheen te beminnen. Bloeddorstig wordt hij genoemd. Hij was een tiran, hij heerste met bloed. En dit is ongetwijfeld ook een teken niet alleen van zijn machtswellust, maar ook van zijn vrees. Hij kon het volk, de mensen die hem onderdanig waren, alleen maar met dreigementen en met geweld, met bloed, onder zijn bevel houden. Dat deden ze niet spontaan, vanuit hun genegenheid jegens hun koning, die het beste met hun voor had, zo was hij niet. En daarom moest hij zijn toevlucht nemen hiertoe. Vrees heerste in zijn hart en hij zaaide vrees. En zo kunnen we ook beter plaatsen wat we in de Heilige Schrift beschreven zien. Toen dan Jezus te Bethlehem in Juda geboren was ten tijde van koning Herodes, kwamen er te Jeruzalem wijzen uit het oosten en vroegen, waar is de pasgeboren koning der Joden, want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem onze hulde te brengen. Toen koning Herodes dit hoorde, werd hij verontrust en heel Jeruzalem met hem. Ten tijde van koning Herodes, toen Jezus geboren was. Herodes is in het jaar 4 voor Christus gestorven. Hetgeen betekent dat Jezus niet in het jaar 0, maar in ieder geval voor het jaar 4 voor Christus geboren is. De monnik die vele eeuwen later gaat rekenen, heeft het stichtingsjaar van Rome 4 jaar vroeger gezet. En zo is hij een beetje in verwarring gekomen. Het jaar 0 bestaat niet, maar als je die 4 er dan weer afhaalt, heeft hij het wel juist uitgerekend. Koning Herodes hoort dat er wellicht een pasgeboren koning der Joden is. Hij is de koning der Joden. En ook al weet hij dat vroeg of laat zijn dagen geteld zijn, hij wil bepalen wie hem opvolgt. En nu komen de vreemdelingen zeggen, maar er is een koning der Joden geboren onlangs. Toen koning Herodes dit hoorde, werd hij verontrust. Vrees, die in zijn hart altijd aanwezig was, komt naar boven. Hij vreest dat zijn macht hem ontnomen zal worden. Ook al gaat het maar over een kindje, het moet wel heel bijzonder zijn, want vreemdelingen komen zeggen dat ze een ster hebben gezien en dat ze dit kindje, ook al is het nog maar een kindje, hulde willen komen brengen. Deze wijzen komen niet naar Herodes om hem hulde te brengen, maar om de pasgeboren koning der Joden hulde te brengen. En natuurlijk vreest Herodes, want hij is koning der Joden geworden bij de gratie van de Romeinen. Hij kwam eigenlijk met niets daar in Rome. En juist daarom hebben die Romeinen hem daar neergezet. Dan wisten ze, deze man is afhankelijk van ons. En koning Herodes wist dat maar al te goed. Dat hij in alles zo loyaal wil zijn aan de keizer, is eigenlijk een zwaktebod. Maar hier wordt gemeld dat het kindje vanaf geboorte al koning der Joden is. Dus niet bij de gratie van de Romeinen, niet bij de gratie
van de huidige koning die zijn opvolger aanwijst. Daarom schrikt Herodes. En dan staat er zo prachtig achter en heel Jeruzalem met hem. Ja, wat is daarmee bedoeld? Waarschijnlijk al degene rond Herodes, die vrees hebben voor Herodes, die meebewegen met Herodes. Is de koning blij, dan zijn zij zogenaamd ook blij. Is de koning boos, dan vrezen zij. Heeft de koning schrik, dan stellen ze zich aan zijn kant. Herodes is verontrust. En hij handelt zoals van hem te verwachten is. Als dan de wijzen niet meer terugkomen, en Herodes inmiddels heeft vernomen dat als er een koning geboren zou worden, de Messias, dat dit in Bethlehem zou gebeuren, het Bethlehem dat hij zo goed kende, van dat moment met zijn moeder en die poging om van zijn leven, aan zijn leven een einde te maken, het hernieuwde besluit, dan doet hij wat van hem te verwachten is. Zodra Herodes bemerkte dat hij door de wijzen om de tuin geleid was, ontstak hij in hevige toorn. Hij zond zijn mannen uit en liet in Bethlehem en heel het gebied daarvan al de jongens vermoorden van 2 jaar en jonger, in overeenstemming met de tijd waarnaar hij de wijzen nauwkeurig had gevraagd. Toen ging in vervulling het woord dat door de profeet Jeremia gesproken was. Een klacht werd in Rama gehoord, geween en luid gejammer. Rachel, wenend om haar kinderen, wil niet getroost worden, omdat zij niet meer zijn. Herodes, hij ontstak in hevige toorn. Dat is ook wat Flavius Josephus op meerdere plekken zegt. Herodes was misschien koning over een rijk en over een bepaald gevolg, maar hij was niet koning over zichzelf. Hij kon zijn driften niet beheersen. Hij ontstak een hevige toorn, terwijl hij, terecht merkt Flavius Josephus het op, al zo op leeftijd is. Hij had beter moeten weten. Herodes is iemand die, omdat hij in zo'n positie was, niet zichzelf heeft hoeven te verbeteren. De mensen moesten zich maar naar hem richten. Hij hoefde zich naar niemand te richten, behalve naar de keizer in Rome. Hij ontstak een hevige toorn. Hij heeft zijn eigen hart nog niet overmeesterd. En hij geeft het bevel, zoals hij al zo vaak gedaan had, om te moorden, om bloed te vergieten. En hij neemt het zekere voor het onzekere. Het gaat om Bethlehem en heel het gebied daaromheen. En dan niet pasgeborene, nee 2 jaar en jonger. U zal dit zo naar de bevolkingssituatie van toen niet een hele grote groep geweest zijn. Maar het verdriet is er daarom niet minder geweest. En het is Matthäus die hier die indrukwekkende rouwklacht van Jeremia herneemt. Rachel, ze kan niet getroost worden, omdat haar kinderen er niet meer zijn. Vondel zegt het als volgt over Herodes. Hij poogt donozelen te vernielen door het moorden van onnozele zielen en wekt een stad en landgeschrei in Bethlehem en op den akker en maakt den geest van Rachel wakker die waren gaat door beemd en wij. Bedrukte Rachel, schort dit waren, uw kinders sterven martelaren, en eerstelingen van het zaad, dat uit uw bloed begint te groeien,
en heerlijk tot Gods eer zal bloeien en door geen wreedheid en vergaat. Prachtig, Rachel die rondgaat waren over de akker, maar besluit de koorzang dan, stop hiermee Rachel, want de kinderen zijn als martelaren gestorven. En dat is het zaad van waaruit de kerk zal gaan bloeien tot heerlijkheid van God. En geen wreedheid, ook die van Herodes, kan dit tegengaan. De heilige familie. Nadat Herodes gestorven was, verscheen in Egypte een engel van de Heer in een droom aan Jozef en zei, sta op, neem het kind en zijn moeder en trek naar het land Israël, want die het kind naar het leven stonden zijn gestorven. Hij stond op, nam het kind en zijn moeder en ging naar het land Israël. Toen hij echter hoorde dat Archelaos in plaats van zijn vader Herodes over Juda heerste, vreesde hij daarheen te gaan. Van Gods wegen in een droom gewaarschuwd, begaf hij zich daarom naar het gebied van Galilea. Hier aangekomen vestigde hij zich in een stad, Nazareth geheten, opdat in vervulling zou gaan wat door de profeten gezegd was, hij zal een Nazoreër genoemd worden. Nogmaals wordt Herodes uitdrukkelijk genoemd als degene die het kind naar het leven stond. En Jozef vreest voor de opvolger van Herodes, dat hij dezelfde wreedheid zou hebben georven. En daarom, en mede door Gods wegen geleid, gaat hij naar Nazareth. En zo wordt ook een profetie vervuld. Jezus zal een Nazoreër genoemd worden. Nu, waarom deze aandacht voor de vrede koning Herodes? Omdat hij zo'n contrast is met de echte koning. Ik zou bijna zeggen, de hoofdspeler is Jezus en dit is zijn tegenspeler. Jezus is de ware koning en dit is de anti-koning, de onkoning. De echte koning, Jezus onze Heer en God, werd niet in een paleis geboren, leefde niet in een paleis, had een paleis ook niet nodig. Heerste niet over en met een legermacht en was ook geen vazal van een hogere koning of keizer. Later niet van de andere Herodes, van Pilatus. Nee, hij is zelf koning. En deze koning heerst door te dienen. Dat zal hij ook uitdrukkelijk aan zijn leerlingen zeggen. De heersers deze wereld, die handelen uit hun macht, bij jullie mag dat niet zo zijn. Wie de grootste wil zijn, moet de kleinste zijn. En dit is de koning die sterft voor zijn volk. Dit is geen koning die zijn volk angst aanjaagt dat hij hun het leven kan benemen. Hij zelf geeft het leven voor hen. En de engel had aan Maria al gezegd, aan zijn koningschap zal nooit een einde komen. Herodes is gestorven, Jezus is gestorven, maar verrezen, ten hemel opgestegen, in de hemel door zijn kerk heerst hij als koning, maar dan wel de koning in de deemoed, koning in de liefde, de koning die een koningschap heeft waaraan nooit een einde zal komen. Voor deze derde Adventweek, hoe kunnen wij Jezus meer laten heersen in ons hart, in ons leven, hem de plaats geven die hem toekomt als onze koning? En laten we ook extra bidden voor het ongeboren en het pasgeboren leven, om bescherming. En laten we nooit vergeten, Jezus leert, echt heersen is dienen. Laten we afsluiten met het maken van een kruisteken. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.